Hallo Hallo. mensen, welkom bij deze hele nieuwe Centerparks vlog. Ja. Alleen, we zijn nog niet op Centerparks. Nee, we zijn nu nog in Valkenburg. Yes, Valkenburg aan de Geul. Aan de Geul, ja. De goede Valkenburg. De goede Valkenburg, want we zijn hier een nachtje wezen slapen. Even ontbijtje gedaan. En we zitten, kijk, deze omgeving. Heerlijk toch? Ja, van hieruit is gewoon een heel stukje korter rijden, dus we hebben besloten om hier te overnachten, omdat we toch in Limburg waren. En toen dachten we, weet je wat, we gaan deze gewoon boeken. En dan gaan we slapen. En dan gaan we van hieruit door naar... Naar Duitsland, naar Eifel. Centerparks Eifel, ja, het is persweekend. Hij gaat open, de eerste keer na 7 maanden dat hij weer open gaat. En wij nemen jullie weer mee. Helemaal gerenoveerd. Ja. Dus verbouwd, gerenoveerd, bijgebouwd, van alles opgeknapt. Van alles, we gaan dit ontdekken, ja. Het hele weekend. En ik neem mijn zus en mijn nichtje mee, dus we zijn lekker met ons vieren. Die komen ook nog in beeld ergens vandaag of morgen of zondag. Maar wij gaan naar de auto, want we gaan rijden. De auto is weer lekker vol, staat mooi op de parkeerplaats. En mensen, blijf gewoon lekker kijken. Ik zeg alvast duimpjes omhoog. Abonneren, liken en delen mag altijd, hoeft niet, mag wel, is heel verstandig om het te doen, want dan volg je alles wat wij doen. Ja. Ja, en die volgen we. Dus mensen, we gaan op pad. We zien jullie daar. Of ergens langs de snelweg, weet ik het. Maar we komen wel vast. Komt vast goed. Blijf gewoon kijken. Centerparks Eifel, we komen eraan. Auto zit weer goed vol, hè? Ja. Zo, gaan we. Smal weggetje. 200 meters, turn left. Oh. Waarom staat hij op Engels? Ja, omdat wij in Valkenburg zijn. Turn left. Moet je uitkijken voor wielrennertjes? Er zijn hier heel veel. Dat is het hotel. Ja, het staat er nog op, hè? Hoe oud? Ik dacht al iets van een ziekenhuis of zoiets. Wel gebouwd uit Mergelsteen. Maar wat deed ik jou aan denken? Aan het Tower Hotel in Disney, hè? Daar denk ik precies op de binnenkant. Ja. Met die enge lift. Ja, met die enge lift. Het Disney Hotel. Deze liften waren niet eng, trouwens. Tower Hotel heet dat toch? Tower Hotel. Voor de mensen die het niet weten, zoek maar op YouTube. Tower Hotel Disney. Ja. En je ziet ongeveer hoe dat hotel van binnen eruit zag. Cross the roundabout. Second exit. Dat is een ambulance. Die loopt nou een blauwe bus en haar bij. Maar we hebben wel geboffen met het weer. Het wordt hartstikke lekker weer. Ik hoop op Eifel ook, als ik zo alles slim mogelijk om me heen kijk. Iedereen loopt in een korte broek. En dat is sowieso droog. En wij hebben geen korte broeken bij. Nee. Ja, maar we sparen er al. Of, dat ga je kopen. Dat kan niet. Ik moet toch een paar maatjes kleiner hebben, dus... Dus van mij maakt het niet. Hier ook niet. Dat kan niet. Dat was er ook bij. Jullie. Jawel. Valkenburg? Ja. Ik heb nooit geboren in Valkenburg. Jawel. Ja, ik zie dat het nog 38 kilometer is en het is prachtig weer. Het is een prachtige omgeving. En het gaat eigenlijk best wel goed uit, ritje. Ja. Ja, het was ook iets heel ver. Dus, nog even en dan kunnen we bij de poort gaan staan. Aankloppen. Ja. Ik denk dat we zo'n grote tunnel krijgen, dat zal wel meevallen. Kijk,
geplaatst. Dat is wel mooi in het voorjaar. Als je nog wat droombeelden ziet, hè? Dat zou kunnen. Nu? Ja. Ja, ik denk niet dat hij mee kan rijden. Mee kan vliegen. Ah, nee. Dat niet. Oh, daar bovenop. Ja. Ja, dat ziet er mooi uit, hè? Ja, nou even snel een tussenstandje. We zitten al op een soort slingerweg. Gisteren gaan slingeren. Nou, van bergaf, hè? Bergaf, 8% naar beneden. Dus toch? Kijk, dit is een goede slingerweg. Volgens mij gaan die mensen volgens op die kant. Yes. Daar raad ik het snel mee. Wanneer zijn we voor het laatst in Eifel geweest? Volgens mij was het 2017. Ja, toen was de Eifel Cycling en toen mochten wij foto's en video's maken. Ja. En dat vond ik heel leuk. Ja, anders vonden we hier toen ook in deze dorp. Ja, we hebben toen alle dorpen van een auto rondgebracht, stoppen, foto's maken. Al die photo points. Ja, echt leuk. Dat was echt een heel leuk opdracht. Ja. Maar waar waren we hier toen ook geweest? In dit dorp, ja, dat denk ik ook wel. Hier in de hele buurt waren we toen geweest. Heel bekend voor. Hopelijk mogen we het nog een keertje doen. Ja. Best wel zin. Leuk ervaring. Ja, dat was echt een leuke ervaring. En nou gaan we voor nou gaan we eigenlijk een verschil zien tussen hoe het was en hoe het is geworden. En dan nemen we jullie in mee. Center Park stond daar op aan. Stond die er al op? Ja. Net gezien hebben we een Hubbard, zeg maar die komen we wel vaker tegen. Kijk, die staat op Hubbard. Ja, eigenlijk hebben we wel even tijd om het park te ontdekken natuurlijk, want we zijn al wat vroeger. De accommodatie, de cottage, die is pas vanaf 4 uur beschikbaar. En ik heb eigenlijk niks in de app staan. Dus ik vind het wel spannend. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Komt vast allemaal goed, hè? Zoals altijd. Zo, we zijn er bijna. Ik zie het al. Ik zie vlaggen. Hele nieuwe vlaggen zijn. Ja. Oh, dat wordt nog een ding neergezet. Ja, ik ga heel even hier parkeren. Ik ga even bij het bordje staan, goed? Ja. Zo mensen, we zijn er. Dit is weer gelukt hoor. Kijk eens. Kijk, het mooie bord. Ik ga ook even snel de foto schieten, Chris. Ja. Dan gaan we weer door, hè? Laat inchecken. Kijk, mooie nieuwe weg aangelegd. Dan weet ik het al, we krijgen de hele steile helling naar boven. En dan? Ja, dan kom je bij de check-in. Oké. Okay. Dan rij je dan zo eerst langs een stukje kidsclub of zo. Zo ja. Ik heb helemaal gelijk. Kijk, het ziet er eigenlijk wel niet zo heel mooi uit nou. Ah, het is al een schattig plek. Ja. Dit bedoel ik, het is heel steile. Ja, maar waar moeten wij nou heen? Nou, hier, rechts. Oh ja, dat gaat het niet anders. Eigenlijk zijn ze nog niet klaar. Nee, maar morgen zie je er niks meer van. Dat is best wel een fantastische. Dat is waar. Morgen zie je er niks meer van. Ja, kijk, hier heb je het al. Center Park is welkom. Ja, zo mooie huisjes daar. Die zijn mooi, hè? Ik hoop ook echt dat er zo in gaat. Kijk, een nieuwe check-in, Chris.
Zo. Dat is wel heel erg veranderd. Zo. Ja. Dan zouden ze ons al welkom heten, denk ik. Ik denk dat het kunnen we. Oh, we staan erop. Zij kennen ze wel, maar ik ga toch kijken of het kan. Ja. Ga ik gewoon proberen. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is iets makkelijker, hè? Het is makkelijker. Ik kom het test worden. Ja, klopt. Ja. Ik ben nog helemaal niet voorbereid. Dat maakt niet uit. Stond hier toevallig. Ik moet even kijken of hier een dingetje is. Misschien kan ik jullie wel al inchecken. Ik kijk even. Ja, is goed. Dat is goed, hè? Eerste check-in. Welkom in de Valkenburg hier. Eerste check-in. Ja, je mag daar nog niet filmen. We moeten eerst wachten tot we zover zijn, ja, hè? Maar ik zeg alleen eerste check-in. Hè. Ja. Ja, herzlich willkommen in Centerpark. Dank je. Mijn collega checkt er gerne uit. Ja. Vielen dank. Kijk eens, een mooi bloemetje. Ja. Yes. Dat hebben ze een goede vaart gehad. Ja, hele goede. Ja, dat voelt me. Ja, dan mag ik in de bench direct verder. Ze zijn van de Huttenhurte ontkomen om het Aquamundo te filmen, richtig? Ja, dat is. Ik ben begeisterd. Zo, ze bekomen gelijk hal 36. En zijn toe 4 insgesamt? Ja. Zo. Damit ze zich al een beetje verkleiden kunnen, kunnen ze gerne maar een masker met. Damit ze avonds maar een ratenspiel mogen kunnen, wer is wer. Ah, dat is goed. Ja. Dat huis staat in heute ab 4 uur zur Verfügung. Mm-hmm. Ja, dan maken we die bandje fertig. Met die bandje komen ze ins huis rein, ins zwembad en ook in die schließfächer van het zwembad. Ja. Alle activiteiten en arrangements die ze geboekt hebben, staan alle op den bandje erop. Wenn ze vragen hebben, staan we gerne in 24-7 zur Verfügung. Aan de infodesk en dementsprechend nachher aan de nachtreception. Zo, bitteschön. Dank je. Jetzt dürfen ze eerst nog parken op de parkplatz. En wie gesagt, ab 4 uur zum Haus fahren, zum Ausladen. En nachher wieder unterparken. Weil gerne sind wir een autofreie Park voor die Kinder. Ja. Ik wens je ganz viel Spaß. Bis dann. Ja. Tschüss. Komt goed. Tschüss. Tschüss. Zo, Chris, ben je klaar voor een toertje op de stapjes? Net lekker ingecheckt, dus we kunnen mooi hier het park gaan verkennen alvast. Het is hier geweldig mooi weer, dus er komt helemaal goed uit. Ik heb petje opgedaan, want de zon schijnt heel hard. Dus dan komt, doen we dat een beetje. Dus we gaan even op pad om deze vlog natuurlijk af te maken. Een stukje Dome wil ik laten zien. En natuurlijk niet alles, want het is, we zitten een heel weekend en we krijgen best wel wat vrije tijd erin. Dus dan gaan we niet alles natuurlijk laten zien, maar we proberen het groot deel nu al vast te leggen. Gaan we op pad? Ja, we gaan. Nou, als eerste wil ik even weten waar ons huisje zit. Dat even doen. Ja. Oké, we hebben waarschijnlijk wel zo'n nieuwe Chris. Even een prullenbakje. Just like tell me what I know that
erin. Ja, nou, dat zijn die daar. En dan zien we ook de mooie nieuwe glijbaan. Ja, kijk dan, die staan gewoon onder de glijbaan. Ja. Nieuw, helemaal nieuw. Zo, even verder kijken. We hebben weer een nummertje, Chris. Hé, hey, kijk, dat is het Petra. 36. Ze doen het al. Nee, het is voorloop, het is voorloop. Ah. Mooi. Ah, kijk, dit is hem. Ja, op de haan heb jij het over. Ja, aan de voorkant zien ze er geweldig uit. Dat kun je nou niet zien. Maar dit is hem. Nou, weet je. Vind ik het helemaal goed. Ik dacht dat het wel 36 jaar, of hadden we 33? Zijn ze nog 33? Ik kijk weer in de auto. 33, maar dan zijn ze net naar binnen, dus dan komt het wel goed. Ik ga eventjes naar hier kijken. Verkeerde foto's gemaakt, ja, verkeerde bungalow. Even terug voor de goede bungalow. Hallo. Nou mensen, dit is hem toch dan echt, nummertje 33. Oh, autootje. Nou, ik ga even een nieuwe foto maken. Nou, ik had net weer de camera laten vallen, zoals gewoonlijk. Maar mensen, dit is hem dan, ons huisje. Maar helaas, zoals we wel vaker hebben, gaan ze nog niet open. Nou, maar het maakt niet uit, we hebben een leuke comfort. Als het goed is, wel een spiksplinternieuwe. En het uitzicht moet fenomenaal zijn. Dus we laten ons verrassen. We gaan nu even met jullie een stukje naar de Dome. Jullie hebben net een nieuwe glijbaan al gezien op de step. Maar we gaan een stukje door de Dome doen. En dan gaan we deze vlog in de Dome even afsluiten. En dan gaan we tevens even een nieuwe opnemen van de Dome. De hele Dome eventjes specifiek op beeld. Ja. Dat gaan we ook doen. Maar eerst gaan we even deze vlog afsluiten, want het duurt allemaal weer veel te lang natuurlijk. En dan haken weer mensen af, dat moeten we niet hebben. Dus we gaan ons best doen. En de steps zijn leeg. Ja, 3 meter gereden, het is leeg. Ja, heb je hem gereden? Nou, we hebben gewoon vergeten op te laden hoor. Oh ja, die rijdt er zo met mijn step er vandoor. Ja. Dat krijg je ook als je telefoneert in een auto, hè? Ja. Dan let je niet op aan. Maar goed, we gaan door. We gaan weer. Nou, kom maar Chris. De GoPro die liep nog. Oh. Gaan we langs de mooie glijbaantjes? Speeltuin nieuw. Och, er mogen wel honden. Ja. Dit is wel mooi geworden, hè? Nou, omdat iedereen het zo mooi vindt. Oké. Okay.
Nou, doe maar te voet, want ik heb bijna geen stroom. Alhoewel, ik ga toch naar de auto. Kijk, Adventure Golf. Dat is dan die check-in, hè? Dat hebben we net ook al gedaan. Ik denk dat we maar direct een paar foto's maken. Zo, hoe vind je dit hier? Ziet er geweldig uit hoor. We gaan er wel even helemaal natuurlijk doen in een normale vlog. Hè? Dat we even het buitengebied doen. Maar nou is even heel kort. Ik heb even wat foto's geschoten en dan komt het wel goed. Mooie stenen hier. Het warm. In de auto leggen? Ja. Of naast de auto? Ja, als je goed. Och, hij gaat er helemaal door, zie je dat? De Leisure Boulevard. Ja. Zet hem maar aan. Kijk, hier is het, ook de ingang. Oh ja. Hier is het, even kijken. Hier is iedereen nog bezig, maar misschien mogen we toch wel naar binnen. Oh ja. Alles schoonmaken voor de dome. Ze gaan net opruimen, denk ik. Even naar binnen hier. Wow. Kijk, hier is de ingang. De nieuwe zwembad. Aquamundo. Ja, is het nog buiten gebruik? Ja, dat had ik me wel al gedacht. Chris, daar kun je mooi doorheen lopen. Ja. Wow, dit was zo mooi. Hé, hey, daar moeten we een keertje overheen lopen nog in deze dagen. Ja, dat was goed. Leuk, Tom. Wacht ik hier even op de kist. Nou mensen, laat ons even weten wat je ervan vindt. Want het is echt super nieuw, hè. Tot plafond aan toe en allemaal. Dit hier, allemaal gewoon nieuw. Okay. Dit hier, dit is nog steeds het klimding wat je zag aan de andere kant. Ik wist niet dat hij zo groot was. Oh, de jas van Chris. Waar is Chris dan? Nou, wat doe jij in die auto? Ga je racen? Ja, ik mag hem verdelen. Oh, van Max. Ja. Dat is niet die van Max. Nee, maar dat is het. Dat hij nog in de garage staat. Oh, kijk eens. Wat wel gaaf dat dat ding hier staat, hè? Okay. Zal ik een foto van jou maken? Ja. Lachen. Van Max, het café. Ga even mee. Allemaal lekkere dingetjes. Lekker, hè? Doe ik even buiten kijken. Dat was een toertje door de dome, klein kort voor de aankomstvideo, hè? Ja. We hebben natuurlijk nog meer op het programma staan. En ik zie hier alweer een kinderboerderij. En dat moet ergens een baluba zijn. Ja, dat loopt helemaal door tot de achter. Maar dat doen we een andere. Dat doen we nou niet in deze. Want zij gaat nou met de auto naar het huisje van mama, het eerste huisje. En we zijn als het goed als eerste bewoners. Ja, ik ben ook heel benieuwd, dus we gaan het nou doen. Lekker, huisje, auto pakken.
En dan nog een verrassing. Ik ga alvast wat beeldjes schieten. Ach, ik zeg het lekker niet. Zien jullie zelf een keer voorbij komen. Eerst de auto. Daar staat de auto. We gaan richting ons huisje. We hebben al een beetje verkend waar die is. Dus kort even. Oh, cottage tour maken. Dat is lang geleden dat we dat gedaan hebben. Ja, maar dat is wel lang geleden, hè? Dus dat gaan we dan als eerste doen, hè? En dan pas komen we... Ah, jullie zien het vanzelf allemaal. Eerst maar eens die auto daar zien te krijgen. Zo, inmiddels in de auto. We zitten in nummertje Cottage 36. Cottage 36 is een nieuwe cottage. Ik weet niet wat voor stijl het is. Maakt voor ons ook niet uit. Ja, baby. Ja, apart. Maar ik weet dat we langs het zwembad moeten rijden. Dat is huisje niet daar voor jou. Dat zijn de oude. Dat is aan de oude. Oké, we gaan naar binnen. Eerste korte blik. Oké, we gaan eerst even de korte blik doen. En daarna. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Jij mag proberen. Ik ben ook heel benieuwd hoe die eruit ziet. Hij doet het! Oh, het ruikt er wel lekker nieuw. Ja, maar ik vind het wel mooi. Zet de lampjes maar alvast aan. Ja, let's follow. Geen afzuiging. Hey, staat een nieuwe? Kijk eens even. Is daar een nieuw logo op of niet? Oké. Slim. Maar wel met afwasborstel. Ja. Ik ga eigenlijk veel te veel vertellen, want er komt natuurlijk nog een hele tour. Veel te veel vertellen, dat gaan we dus niet doen. Mensen, dit is de Comfort, 4 persoons. En jullie zien de rest in de Comfort. Zo, dat was onze video. Heb je je bodywarmer al uit? Ja, ik heb hem al uit. Oh, nou ja, we zijn natuurlijk wel al ingecheckt en alles. Dus een mooie video. Even afsluiten hier. Lekker een stukje met de stepjes op onderweg geweest en de aankomst gezien. Vanaf Valkenburg naar hier aan die weg, die viel eigenlijk wel mee, hè? Op zich wel, ja. Ja, 2 uurtjes maar. Dus dat viel best wel mee. Dus. Het is lekker door, dus... Ja. We zitten nou ook lekker op het balkonnetje, of zitten we daar even op het balkonnetje van nieuwe huisjes hier, die Robbenhuisjes of zoiets. Zo heet het toch, Robbenstijl, hè? Ja, zoiets. Ja, kijk eens hoe mooi. Heerlijk, VIP'jes, comfortjes, premiumpjes, alles komt hier erin. Een beetje een Albon, denk ik, hè? Ja, eigenlijk wel een beetje. Een beetje. Ja. Dus, ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze hele leuke video. Laat even weten wat jullie ervan vinden. Dan kunnen wij er weer op reageren natuurlijk, hè? Ja. Het zat net een reactie onder het filmpje. Ja. Wat jij ervan vindt en zou je een keer naar Apple willen. Ja, ik had gezegd dat ik tussenin... Oh nee, dat was weer een marketing vlog. Ja, we hebben al verschillende vlogs opgenomen.
Nou, in ieder geval, er komen een paar foto's ergens ertussen hoe het was en hoe het nu is. En, maar dat zie je dan in een andere vlog als het nou niet in zit. Ja. zo makkelijk gaat dat. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Ik wens jullie weer een hele fijne zondag toe. En tot de volgende keer. Zijn wij even vergeten? Duimpje omhoog. Abonneren, liken, delen. Ja. Ook nog? Ook nog. En gewoon blijven kijken, dan zie je vanzelf alle foto's en video's van Center Park Ivo. Ja. Hoe het was en hoe het wordt en hoe het is. Tuurlijk. Ja. Uiteraard. Dus mensen, nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei. Doei.